dus echt lekker geslapen. Dat resulteerde er wel in dat ik vanmorgen geen zin had om op te staan. En dit is ongeveer de enige ochtend dat ik echt op de tijd moest letten. En nou valt dat nog reuze mee, want we hebben om 9:30 afgesproken. Dus het is niet dat ik om 6:00 op moet of zo. Maar ik had nog wel een uurtje doorgekund, denk ik. Nou ja, ben toch opgestaan. Ik ga even, waar heb ik die? De lampjes aandoen. Zonder dat hier de boel naar beneden valt, hoop ik. Want ik ben nog wel even thuis en dat vind ik dan wel gezellig als dat allemaal brandt. En dan ga ik straks gezellig met mijn ouders naar Zoetermeer. Daar is tuincentrum De Driesprong en daar komen we echt letterlijk alleen met de kerst. Maar die hebben zo'n toffe kerstshow, vind ik altijd. Dus nou, dat wordt gezellig. Mijn neefje gaat ook mee. Ik heb gisteren nog even aan mijn broer en mijn schoonzus gevraagd. Maar ze hebben liever niet dat hij in beeld komt, wat ik echt heel goed snap. Dus ik ga een beetje om hem heen filmen. Maar ik denk toch dat we dat jullie hele leuke beelden ervan gaan zien. Want ik vermoed dat het gewoon weer net zo leuk is als ieder jaar. En dan ga ik vanavond eindelijk voor mijn nagels. Normaal gesproken ga ik 1 keer in de 3 weken. Maar nu met de feestdagen en alles kwam het zo uit dat ik geloof ik 5 weken moest wachten. Nou, dat is ook wel aan te zien. Want ik heb echt een uitgroei van heb ik jou daar. En sommige nagels hebben het ook gewoon. Nou, dat is dan aan deze hand. Die. En die hebben het niet helemaal overleefd. Dus dat zullen 2 nieuwe worden. Nou ja, dan dat is niet anders. En dan ja, gaan we eens kijken wat deze dag gaat brengen. Ik denk dat ik vanmiddag alvast wat dingetjes voor de kerst in huis ga halen. Voor tweede kerstdag. Wat boodschappen. En dan hebben we een iets productiever dagje dan gisteren. Maar goed, dat was ook echt heel lekker, moet ik eerlijk zeggen. We zijn nog even bezig over de kerstswap die voor ons nog online moet komen. Die jullie afgelopen week al hebben gezien bij iedereen. En we komen erachter dat swap niet met een B, maar met een P is. We hebben het overal met een B gedaan. Nou, gelukkig valt de hele boel nog aan te passen, behalve de intro. Dus in de intro staat het, of stond het, verkeerd. Nou ja, het blijft mensenwerk, hè, zullen we maar zeggen. Zo jongens, ik ben daar. Ik weet niet of je het... Nee, je kan het net niet zien, maar dit is de Driesprong. Ik wacht nog even op mijn ouders, want die reden ietsje achter me. Maar die zullen zo wel komen, denk ik. Ik ga vast uitstappen. En daar rijdt politie. Goed, ik zie jullie zo binnen. Bye.
besloten dat ik toch nog even vast wat boodschappen ga doen. Ik ga jullie niet meenemen, want ik ga naar de want ik heb al genoeg vandaag met die dingen van vanochtend. En met boodschappen doen vind ik dat toch een beetje gedoe. Ik ga nu even naar de Lidl, daar vast de dingen halen die ik wil hebben. Dan wil ik morgen nog even naar de Albert Heijn en de Hoogvliet. Nou, dan moet ik op zich alles wel binnen hebben. Maar ik begin vandaag even bij de Lidl. En als ik terugkom, kan ik natuurlijk altijd wel eventjes laten zien wat ik heb gekocht. Maar jullie blijven lekker vier. Zo, dat ging bijna mis. Poeh, deel 1 is binnen. Ik heb het even zonder jullie uitgepakt, want ik weet zeker dat deze vlog al heel lang is met alles wat we vanochtend hebben gedaan. Dus ik ga dat lekker even morgen doen, want morgen ga ik deel 2 en deel 3 halen, denk ik. Dus dan hebben we nog zat tijd en dan ga ik jullie op een statiefje zetten en dan even laten zien wat ik heb gekocht. En dan vertel ik er gelijk bij wat ik vandaag heb gekocht. Dus ja, zo verdelen we het een beetje. Zo, ik ben weer thuis. Heel wat uurtjes verder, want ik had jullie niet verteld. Ja, ik had wel verteld dat ik moest, maar ik ben inmiddels bij de nagelstudio geweest. Deze drie kleurtjes zijn het geworden en op die zit dan nog dat rosé gouden en op mijn duim de donkere kleur en één groene. Vond het wel leuk. Niet standaard kerst, maar toch heel feestelijk. Dus dat heb ik gedaan. En daarna lekker naar mijn ouders geweest om te eten. En inmiddels is het dus al 9:10. En zit de dag er zo'n beetje op. Ja, ik ga natuurlijk nog niet... Of natuurlijk, ik ga nog niet slapen. Ik ga eerst even de... Dat zien jullie net niet, maar... De kerstboom en de andere lampjes aandoen. Kijk, daar gaat hij. Wel gezellig. Ik ga met jullie even de adventkalender uitpakken. Ik ga met jullie even de adventkalender uitpakken. Die heb ik hier. En daarna ga ik lekker de vlog afsluiten. Want ik vermoed dat die lang genoeg geworden is voor vandaag. En ik ga vanavond toch niks meer doen. Gewoon lekker relaxen. Lekker avondje voor mezelf. Het is vandaag 20 december. Dus dat betekent dat ik vakje 20 mag openmaken. Die heb ik hier gevonden. Ach, dat is weer een flesje. Wel handig. Ik denk dat ik ze toch ga gebruiken voor de wintersportvakantie. Want hier kan je dan iets in doen wat shampoo of zeep of iets in die richting, zeg maar. Dus dat is ook wel weer leuk. Dus die kan bij de verzameling. Nou, dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dat jullie de beelden van... De drie sprong tof vonden. Ik vond ze in ieder geval onwijs leuk om te maken. Fijne dag of fijne nacht. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik zou het leuk vinden om nog wat groter te worden met mijn kanaal. Ja, en dan wens ik jullie, nou ja, wat ik zeg, fijne dag of fijne nacht. En tot morgen weer. Doei doei!